Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Alessia Klaas, ik ben 37 jaar en woon in Scherpenheuvel-Zichem in de provincie Vlaams-Brabant. Ik ben lokaal actief in de politiek als gemeenteraadslid en als fractieleidster. En professioneel ben ik werkzaam op het kabinet van Vlaams minister Ben Wijd. In mijn vrije tijd ga ik graag motorrijden, ik hou van reizen en van lopen. En voor de komende verkiezingen sta ik op de lijst van het Vlaams parlement op plaats 6. En hopelijk kan ik rekenen op uw steun. Waarom stapt u in de politieke strijd? Het is eigenlijk 10 jaar geleden. Het politieke beestje dat kriebelde al even en is eigenlijk volledig naar boven gekomen toen ik naar Scherpenheuvel-Zichem verhuisde. Ik was daar nieuw en ik engageerde me in het verenigingsleven, in de welzijnsraad en in de cultuurraad. Maar ik wou eigenlijk mee actief werken aan de toekomst van onze stad. Ik wou mee vormgeven aan onze samenleving, actief. En dan heb ik de stap gezet naar N-VA, want voor mij was de N-VA eigenlijk de enige partij die dat mee aansprak en waar dat ik de lijnen kon volgen. En dan een paar jaar later waren het gemeenteraadsverkiezingen, werd ik lijsttrekker. Ook in 2018 was ik kandidaat-burgemeester voor Scherpenheuvel-Zichem. Maar het is niet de eerste keer dat ik meedoe aan de grote verkiezingen. Ik was in 2014 ook kandidaat op de Kamer. En dan vandaag heb ik het vertrouwen gekregen om op de Vlaamse lijst te staan, op plaats 6. Het is een uitdaging die ik met twee handen grijp. Want ik denk vanuit de lokale, mijn lokale engagement, die expertise, dat ik die kan meenemen naar het Vlaams parlement. Het zijn de lokale dossiers die ik wil vertegenwoordigen in Brussel. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen, niets is onmogelijk. Het is een quote van Nelson Mandela, maar het is ook een quote waar dat ik bijna dagelijks mee geconfronteerd word, zowel in het dagelijks leven als op professioneel vlak. Je moet iets durven doen om ook iets te kunnen bereiken. Ik ben sinds 2015 vrijwilliger bij Project U-Turn en zij gebruiken die quote ook van niets is onmogelijk. Het is een organisatie die heel avontuurlijke activiteiten en reizen organiseert voor mensen met een fysieke beperking. En de bedoeling is eigenlijk om hen te laten inzien dat niets onmogelijk is. Ze hebben wel die beperking, maar ze kunnen eigenlijk veel meer dan ze soms denken. En dat is de uitdaging van heel die reis of die activiteit. We werken in groepen. De bedoeling is dat bijvoorbeeld een slechtziende de rolstoelpatiënt voortduwt. En dat de rolstoelpatiënt eigenlijk de ogen zijn van de slechtziende. En zo helpen we elkaar. En ze hebben tijdens die reizen dan ook de tijd om te experimenteren, te oefenen. Zo heb ik ook gezien dat iemand die is vertrokken in de rolstoel en toen we terug in Zaventem waren, kon die terug stappen. Dus zolang dat je erin blijft geloven en blijft proberen, is niets onmogelijk. En daarmee vind ik dat zo'n belangrijke quote. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Er zijn heel veel voorbeelden. Er worden heel veel goede zaken gedaan. Maar ik heb daar ook niet lang over moeten nadenken. Voor mij is het heel duidelijk, onze partijvoorzitter Bart De Wever is een van de eerste politiekers geweest die dan mijn aandacht heeft gekregen en waarvoor ik ook heel veel sympathie heb. Hij is iemand die hij is een sterk figuur, hij is sterk in debatten. Ik kijk ook enorm graag naar zijn debatten, omdat hij ook goede argumenten heeft die ook duidelijk en klaar worden vertaald. Want als hij spreekt, ook iedereen luistert naar hem. En ik vind dat zo mooi om hem dan te zien. En ook niet te vergeten, hij leidt de grootste partij van Vlaanderen, Doe Het Maar. Ook een partij die zo snel gegroeid is op korte tijd. Tegelijkertijd ook nog eens de burgemeester van Antwerpen. En als de kiezer het dan nog eens beslist en wil, nog eens minister-president van Vlaanderen. Dus ik heb enorme bewondering voor onze voorzitter. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb vroeger sociaal beleid gestudeerd en het is vanuit die context dat ik me nog altijd interesseer in sociale beleidsthema's. Ook als ervaring bij Project U-Turn, een inclusieve samenleving, een toegankelijke samenleving, zijn thema's die dat me enorm boeien en waar dat ik graag aan zou verder werken. Ik heb ook bij de partij gewerkt, vroeger als adviseur sociale zaken.
Vanuit mijn beroepservaring op het kabinet van Ben Weitz natuurlijk, mobiliteit en verkeersveiligheid. Want het is iets daar, ja, we zitten er dagelijks in het verkeer. We zijn ook altijd bezig met verkeersveiligheid, de zebrapad, als fietser, automobilist, als motorrijder. En ik denk dat we voor de provincie Vlaams-Brabant dat we dat moeten bewaken dat mobiliteit een topprioriteit blijft. En tenslotte, toerisme en erfgoedbeleid. Ik kom uit het Hageland, een streek met heel veel troeven en parels eigenlijk die dat we moeten koesteren. En ik zou graag willen dat die bewaakt worden en bewaard blijven. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk als je in de politiek werkt of actief bent, is het belangrijk om te communiceren. Bijvoorbeeld, ik had al verwezen naar onze voorzitter als voorbeeld die duidelijk en op simpele wijze kan verduidelijken wat de standpunten zijn. Ik vind als politicus dat het belangrijk is dat je communiceert wat dat je doet, waarmee dat je bezig bent. En als er een beslissing wordt genomen, wat de gevolgen ook zijn. Want politiek is ingewikkeld. We hebben heel veel bestuursniveaus. We hebben Vlaams, lokaal, provinciaal, federaal. En ik denk als je voor open communicatie zorgt, spreekt met kennis van zaken, en ook extra moeite doet om het duidelijk te maken dat het begrijpbaarder is. Want ik zit nu volle bak in de campagne en ik merk ook dat mensen heel veel vragen hebben over politiek. Van ja, hoe zit het nu op Vlaams niveau, federaal niveau? En ik denk laten we het efficiënter houden, simpeler in de politiek en dat mensen dan ook meer geboeid gaan zijn om de politiek te kunnen volgen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Zoals je kunt zien, ik heb een motorhelm mee en ik heb ook de sleutel mee van mijn motor. Omdat daar ook een sleutelhanger aan vasthangt. Ik was 18 jaar toen dat ik op mijn eentje naar Pakistan ben vertrokken. Ik was geïnteresseerd om naar het buitenland te gaan en heb toen, hoe zeg je dat, de uitdaging aangegaan om naar Pakistan te trekken en met lepra-patiënten te werken, enkele maanden. En als afscheidscadeau heb ik toen die sleutelhanger gekregen. En dat is uiteindelijk toch al 19 jaar geleden en ik heb hem nog steeds. Ik heb toen ook gemerkt, toen dat ik in Pakistan zat, het is een land waar dat heel strikte regels zijn, ook als vrouw zijnde. Waar dat we niet de vrijheid hebben zoals wij die hier hebben in ons land eigenlijk. En dan 6 jaar geleden heb ik ook de stap gezet om voor mijn motorrijbewijs te gaan. Het was niet echt de bedoeling om met de motor te rijden, maar uiteindelijk met de eerste les had ik al onmiddellijk de microbe te pakken. En heb ik op die 6 jaar tot nu toe al heel veel mensen, leuke mensen mogen ontmoeten tijdens vele reizen. Ik ben naar Oekraïne geweest, ik ben al naar de Balkan geweest, Albanië, Schotland. En het is ook een symbool voor de vrijheid die dat ik heb. En ik ben blij dat ik mijn motorrijbewijs heb, dat ik met de motor kan rijden. Ik doe het alle dagen en word dan ook geconfronteerd met het verkeer, het drukke verkeer. Ook wel in minder veilige situaties. En daarmee dat ook een van de thema's is die ik wil meepakken naar het Vlaams parlement.